Goedenavond. Watersnood houdt Midden-Europa in zijn greep. Er viel de afgelopen dagen zoveel regen dat de rivieren daar het niet meer aankunnen. In 7 landen zijn overstromingen. In sommige dorpen kwam het water heel snel. Er zijn voor zover bekend 16 doden gevallen. Ook worden er nog mensen vermist. Honderdduizenden mensen zijn geëvacueerd. Zulk hoog water komt volgens de Tsjechische premier maar eens in de 100 jaar voor. En de Poolse regering heeft het over apocalyptische taferelen. Dit is Kłodzko, een stad van 28.000 inwoners in Polen. Een stad die inmiddels volledig onder water staat. So it's rising. We already was 5 minutes ago there on the Rondo. And now the water is here. Het water stijgt zo snel dat veel mensen niet meer op tijd hun huizen kunnen verlaten. Daarom komt een grote evacuatie op gang. Door de lucht en over het water worden mensen bevrijd. Zij zijn inmiddels veilig aan wal gekomen, maar nog niet iedereen is gered. I have several friends here. Yes, they are on the upper floors and waiting for rescue. Are you worried about them? Yes. I can speak. En de problemen zijn hier nog lang niet voorbij. Het is nu even droog, maar in Kłodzko maken ze zich op voor nog meer water. Still, we waiting for the final wave here. So I think it will be a little worse. Even verderop lijken de problemen alleen maar groter te worden. Deze dam is door het hoge water doorgebroken. Het water stroomt nu snel richting de nabijgelegen stad Nysa. Daar klinkt nu het luchtalarm. In Nysa wonen meer dan 50.000 mensen. De burgemeester zegt dat iedereen zo snel mogelijk moet vluchten. Ja, de regio rond Kłodzko is nog maar één van de vele getroffen gebieden. Het noodweer leidt in al deze landen in Midden- en Oost-Europa tot overlast. En in Polen en Tsjechië zijn de problemen nu het grootst. Dit is beeld uit de stad Jesenik. Door het hoge water zijn bruggen verwoest en huizen in de stroming meegesleurd. En dit is even verderop in Tsjechië, in de buitenwijken van de stad Ostrava. Die staan volledig onder water omdat een dam in de buurt is doorgebroken. De evacuaties zijn hier in volle gang. Op sommige plaatsen is in de afgelopen dagen bijna 500 mm regen gevallen. Dat is net zoveel als in Nederland gemiddeld in een half jaar. Daardoor overstromen rivieren. En hoe snel het water dan stijgt, dat zie je hier. Deze foto uit Polen is gisteren om 12 uur gemaakt. Een uur later zag het er hier zo uit. En nog een uur later stond het gebied volledig onder water. Al dat water uit deze landen moet uiteindelijk worden afgevoerd via deze 3 rivieren. Die rivieren komen niet uit de Nederland, dus wij ontspringen de dans. Maar in andere landen zetten ze zich schrap. Al het water dat nog moet worden afgevoerd kan tot nog meer overstromingen leiden. Ja, we gaan naar correspondent Olaf Koens in getroffen gebied in Polen, in het stadje Prudnik. Olaf, in het stadje waar jij bent, is het water al wat gezakt? Wat tref je daar aan? Ja, gelukkig is het water hier gezakt. En de mensen hier zeggen, ja, zo snel als het kwam, zo snel is het weer verdwenen. Ja, en wat treffen we hier dan aan? Om eerlijk te zijn, simpelweg een enorme ravage. De schade aan huizen, aan winkels, ook aan infrastructuur. Hele bruggen zijn hier weggeslagen. Ja, die is gigantisch. En wat er dan achterblijft, is een enorme laag aan modder, aan drek. De inwoners hier, ja, die helpen elkaar een beetje. Die slaan de handen ineen om hier alvast maar voorzichtig te beginnen met de grote schoonmaak. Modder, modder en nog eens modder. Gisteren stond het water hier meters hoog. Nu blijft alleen de drek achter. Die nachtbaren hebben angefangen een beetje sauber te maken. Dus dat we hier, we kunnen niet durchgehen. Gibt es kein Wasser? Nein, wir mussten selber kaufen. Iedereen steekt de handen uit de mouwen. Eerst de belangrijke dingen. So now you're building a bridge here so people can go to the shop. I'm back. I'm back. And we have to transport the things. Alcohol. De modder eruit, de klanten er weer in. And then you have to clean everything. And repair everything. That's gonna be a pain. De groenteboer kon de meeste van zijn spullen redden en dus is hij nu maar weer gewoon begonnen met de verkoop van Poolse appels, ongewassen.
Ondertussen is er geen water en geen stroom. Hulporganisaties uit Oekraïne zijn nu hier aan de slag. Maar tot het eten klaar is, is het vegen en dweilen geblazen. Good luck with cleaning. Thanks. If you want help. Hier gaat het nog weken duren voor de stad weer enigszins bewoonbaar is.